Ja, dat is hem. Dat is op zich, dat is zo'n auto. Als je dat ziet voorbij komen, dan verschijnt er allemaal lach op je gezicht. Hè? Dat was een goeie, hè, jongens? Ja, ik wil wel kerstmis vieren met mijn dochter, hè. Ja, dan ga je dat zelf moeten betalen. Betalen? Voor een fluit te nemen met die pottenstappers? Ja, dag Jan. Kampioenen, voor mij is het belangrijkste in mijn leven. En ik ben bezeten de hele dag. Ik ben al met mijn teksten bezig. Ik repeteer al. Ik ontplof. Dat is een ontlading bijna. Hè. Ik heb de laatste aflevering opgenomen in het jaar 2010, geloof ik. En ondertussen zijn we 10 jaar verder en ook 10 kilogram zwaarder. Maar dat is nu aan mij niet te zien, omdat je dus eigenlijk herleeft, gekruipt in die situatie. Je wordt 10 jaar jonger, je wordt speelser. Je kunt weer zo'n keer echt je lekker laten gaan in dingen die je anders nooit mocht doen. Of ze klaar nu gek. Jingle bell, voor de warmste week. Openbaar een portemonnee voor verwaaien, DDT. Ik prijs mezelf nog altijd gelukkig dat ik daar nog altijd bij ben, ondanks mijn gevorderde leeftijd, zal ik maar zeggen. Dat ik daar nog altijd deel mag van uitmaken, dat is onbetaalbaar.